beste Nederlanders. Eerst mezelf even een stemming brengen. P-P-P-P-P-V-V-V-V-P-P-P-P-V-V. Ik lag te dromen dat iedereen ontzettend van me hield. Ja, zelfs ik heb dromen. Dat men zei, Geert, je hebt het land vernieuwd. En hoe kom je aan dat haar? Vertel, we zijn benieuwd. Ik werd wakker, spoelde mijn mond met vitriol. Klaar voor de aanval op een moslimgoal. Maar het hoefde niet, ik was plots idool. Een echt idool. En ik hoop dat het linkse stemvee er knettergek van wordt. Want zij gedogen mij. Ze zien toekomst in me allebei. Al rondeer ik elke moslim en hun geit erbij. Ze zijn zo blij, want ze gedogen mij. Ja, mevrouw de voorzitter, ze gedogen mij. Het is nu zij en wij. Een kabinet tot minstens half mei. En ook half april worden. En daarna word ik de grootste partij. Maar nu zijn ze blij, want ze gedogen mij. Echt, ze gedogen mij. Ik heb gevochten voor een echt en zuiver Nederland. En het was echt hard nodig hoor. En al balanceerde ik op en over de rand. Nu sta ik echt en ze eten uit mijn hand. En ik blijf zeggen wat ik daarvoor altijd al zei. En ik slik er geen centimeter van terug. En ik blijf vechten, vooral voor mij. Want ik ben zo blij met mij. Vooral met mij. Want zij gedogen mij. Ze zien toekomst. Allebei. Al rondeer ik elke moslim en hun geit erbij. Ze zijn zo blij, want ze gedogen mij. Het is nu zij en wij. Een kabinet tot minstens half mei. Daarna word ik de grootste partij. Maar nu zijn ze blij, want zij gedogen mij. En hoe vond je het, Ivo? Vond je het wat? Of, Ik vond het op zich. Nou, als ik ook nog even mag, ik heb toch niks meer te zeggen. Ik vond het helemaal af.